Dit gaat over zakkenrollen en pinfraude. Het gaat om deze man, deze vrouw en deze man in een supermarkt in Etten-Leur. De eerste man kijkt hier de pincode af van iemand die staat af te rekenen. Ondertussen houdt hij zijn omgeving goed in de gaten. De andere twee staan waarschijnlijk op de uitkijk. Dan loopt de vrouw de winkel uit zonder iets te kopen. Dat doet de tweede man een paar tellen later ook. De man die de pincode afkeek, rekent nog iets af en vertrekt ook. In de tussentijd wordt de pinpas van het slachtoffer gerold. Bij de bank zien we het drietal weer terug. De vrouw nu met capuchon. De pinnende man staat vol in beeld als hij de gestolen pinpas gebruikt. De vraag is helder. Wie zijn dit? Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.